Doet hij het? Hij doet het. Ja, ja. Hij doet het. Oké. Okay. Eens even kijken of we zo een beetje te zien zijn. Ja, ik denk het wel, hè. Oké, okay, nou, hallo allemaal. Ik ben Jeroen van Horloge.nl en we zijn weer klaar om jullie vragen te beantwoorden in onze live sessie. Ten eerste wil ik jullie allemaal hartelijk welkom heten hier op in ons atelier. Mijn collega is op dat moment niet aanwezig hier, dus ik zit er helemaal alleen voor. Is op zich helemaal niet zo heel erg, want ja, het is niet anders met dat hele corona gebeuren natuurlijk. Wel wil ik eventjes nog van de gelegenheid gebruik maken om eventjes onze nieuwe sponsor te laten zien. Onze nieuwe sponsor Giraffe Coffee, oftewel deze zorgt ervoor dat wij weer ontzettend goed ons werk kunnen doen. Want we noemen dat ook wel eens wat ik van mijn grote vriend Kalle heb gehoord. Watchmaker Fuel. Nou, dit is echt de perfecte Watchmaker Fuel. Ja, echte Rotterdamse branders die de lekkerste koffie van Rotterdam en omstreken zeker maken. Dus heerlijk zo'n bakje koffie van Giraffe. Dus nou, verder onze vorige week zouden wij al live gaan op locatie. Alleen dat is door alle corona gebeuren die niet geweest. En dat vind ik ook heel jammer, want ja, dat was in een mooi Italiaans restaurant. Zouden wij de Italiaanse week gaan introduceren, maar dat is niet gelukt. Omdat ja, iedereen moest ineens dicht en het was één grote drama. Dus ja, dat is heel jammer. Zo gauw dat weer kan, gaan we zeker op locatie binnenkort een keer een opname doen voor jullie allemaal. En dan maken we er iets heel leuks van. Want we hadden iets heel leuks in ons gedachten met lekkere hapjes en drankjes. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Dus dat gaan we de volgende keer doen. Nou ja, wat ik al zei, mijn collega Michel is er niet. Michel die heeft een papa-dag, is ook net zijn vrouwtje, zijn vriendin is net bevallen van een ontzettend mooie dochter, Noah. En die zit nu lekker samen met Noah op de bank, misschien wel naar ons te kijken. Dus bij deze zeggen wij, dag Michel, dag Noah. En dag vriendin van Michel. En ik hoop dat jullie nog een hele mooie tijd hebben en dat de nachten steeds wat langer gaan worden. Ook ik weet niet of het hier aan het water ligt, maar mijn ex-collega Melissa, die heeft ook een mooi babytje gekregen. Hoe heet ze ook alweer? Nomi heet ze. En ook een ontzettend leuk kindje, helemaal geweldig. En zij is er ook heel gelukkig mee. En ik hoop dat ze misschien ook op de bank naar ons zit te kijken, ook bij deze dag. Melissa, mis je nog steeds elke dag hier, want we hebben hier erg veel lol gehad. Jammer dat je nu wat anders bent aan het doen, maar je bent niet uit onze gedachten hier in het atelier. Nou, dus, voor de rest heb ik nog wel wat te vertellen over de coronamaatregelen hier in ons bedrijf. Onze winkel is wel gewoon open voor klanten en voor mensen alleen. Ja, met alle coronadingen die erbij horen, zoals mondkapje op, 1,5 meter afstand, handjes wassen, handjes ontsmetten. Dan, hoort er allemaal een beetje bij natuurlijk. En dan word je natuurlijk door een van onze medewerkers geholpen. Ook helemaal ingepakt met mondkapjes en alles erop en eraan. Dus wij proberen wel zoveel mogelijk de veiligheid voor ons en voor de klant in acht te nemen. Maar je kan natuurlijk altijd bij ons komen. En dan of bellen of wat dan ook. Dat is allemaal geen enkel probleem. Dus bij deze de introductie van alles. Ik ga nog even een kopje koffie. Even nog een lekker girafje. Kijk, het girafje staat erop. Nou, waarom we dus live zijn is omdat we nog heel veel vragen hebben gekregen van mensen. Over horloges. En nou ja, bij deze mag iedereen natuurlijk zelf ook zijn vragen stellen. Mag ook zijn vragen naar mij toe mailen. En dan worden jullie, als het een beetje leuke vragen zijn natuurlijk. Nou ja, bijna alle vragen worden zo goed als behandeld hier in onze live sessie. Onze Q&A, zoals het heet. Question and answers. Dus we zijn helemaal internationaal lekker bezig ermee. Maar we gaan proberen jullie vragen op een beetje normale manier te kunnen beantwoorden.
Zodat iedereen het een beetje begrijpt ook. Want ik kan natuurlijk heel erg ingewikkeld gaan lopen doen met allerlei termen en doen. Maar ik wou het graag lekker peppiekokkie houden. Dat lijkt me toch wel het beste. Nou, omdat ik natuurlijk alleen zit en normaal mijn assistent Michel de vragen voorleest, doe ik dat nu zelf. Ik heb ze zelf. Normaal doe ik nooit wat voorbereiden, want ik heb altijd zoiets van, nou ja, weet je, dan krijg je in ieder geval een eerlijk antwoord. Maar nu heb ik wel wat op. Hebben ze wat op papier voor mij gezet? De vragen hebben ze dus netjes en dat, die vragen heb ik hier voor me liggen. Dus dan moet ik dat zelf maar even bekijken. Dus bij deze. Ik heb hier wel een vraag uit, van iemand uit Den Haag. En dat is Dolf Maler. Of zoiets dergelijks. Ik ben op zoek naar een kwalitatief horloge. Welke tijdloos is en waar ik jaren mee vooruit kan. Welke zou je mij aanraden? Tja, wat ik jullie zou aanraden. Je hebt twee, ik zeg altijd zo, je hebt twee verschillen. Je hebt de wat goedkopere merken, wat duurdere merken, wat exclusievere merken. Als we op het wat goedkopere merken uitgaan en je wilt toch een kwalitatief voor een hele goede prijs een mooi horloge hebben die eigenlijk altijd tijdloos is, ga dan, maar dat is mijn mening, mijn bescheiden mening, ga voor een Seiko of een Casio. Een Seiko is wat klassieker kan je krijgen. Die zijn ook in automaat krijgen. En dan heb je echt voor een hele redelijke prijs heb je echt een prachtig horloge. Die ook, ook de volledige garantie geeft. 2 jaar garantie geeft. Ga je voor een Casio. Dat is ook mogelijk. Dat kan natuurlijk ook. Daar heb je weer wat meer sportievere horloges. Wat digitaler. Maar ook digitaal analogisch. Noem maar op. En ook die hebben. Casio heeft natuurlijk ook zijn G-Shock. Nou, dat heb kwalitatief beter zou het bijna niet kunnen, prijstechnisch. Zoals je wel eens terugkijkt naar onze filmpjes, hebben wij wel geprobeerd dat een keer kapot te krijgen, maar dat kregen we niet. We gooiden hem hier zelfs 2 hoog uit het raam en toen bleef hij nog helemaal goed. Dus als je het over kwalitatief hebt, is zeker Casio aan te raden en ook Seiko. Seiko is ook echt een merk dat je kan zeggen van, nou, we nemen een klassiek horloge, bijvoorbeeld de Seiko 5, is en automaat en toch wel klassiek licht sportief met een stalen band. Of je doet er een leren band om. Je kan natuurlijk alles een beetje wisselen met elkaar. Ja, dan heb je echt wel een voor weinig geld heb je een kwalitatief prachtig horloge. Als je net even wat meer wil, ietsjes kwalitatief ook heel goed, maar wel wat duurder. Dan zou ik zelf persoonlijk voor dat klassieke gaan, voor een Tissot, een Hamilton. En als ik echt lekker geld te besteden had, dan zou ik een Maurice Lacroix kopen. Dat zijn toch wel de horloges die voor mij persoonlijk toch kwalitatief, prijstechnisch erg goed in elkaar zitten. Zeker de modellen van Tissot en Hamilton. Die hebben ook echt een geschiedenis van meer dan 100 jaar oud. Zit ook in. Heeft ook een hele goede combinatie van sportief, klassiek en ja, goed te gebruiken. Dus je hoeft er niet goed waterdicht, goed schokvrij, noem maar op allemaal. Dat is echt, daar kan je met Tissot bijvoorbeeld, of Hamilton is dat echt een aanrader van mij persoonlijk dan, om dan voor zo'n merk te gaan. Daarbij heb je natuurlijk ook Maurice Lacroix, dat is echt klassiek merk, met een vaak hele mooie klassieke wijzerplaten, kwarts te krijgen, maar ook in automaten te krijgen. En ja, dat staat eigenlijk klassieker met een mooie leren band. Een mooie klassieke krokodil leren band. Alleen ja, die horloges die. Ja, onder de 500-600 euro is het bijna niet te koop. En ja, dat moet je dan wel even uit de poeplap trekken, zullen we maar zeggen. Dus wil je een klassieke. Mooi, ja, een tijdloos klassiek horloge. Neem een Seiko of een Casio. In die prijsklasse, perfect. Wil je iets hoger, zeg ik altijd maar. Zwartgroep merken, zoals Tissot Hamilton. Certina is wat sportiever, maar ook erg mooi om te hebben. Is toch wel aan te raden. En ook de after sales, want daar zitten wij hier natuurlijk voor, is van deze merken, zoals de Seiko, Casio en de Zwartgroep merken, ja, is 2 jaar volledige garantie.
En mocht er wat mee zijn, wordt het ten alle tijde perfect gemaakt. En daar ga ik dadelijk nog wel trouwens wat over vertellen. Want er is nog een. Even kijken, er was nog een vraag over. Dus daar kom ik nog even op terug. Maar dit zijn toch wel de merken dat ik persoonlijk zeg van. Doen die hap. Ik hoop dat Dolf uit Den Haag daar wat mee kan. En mocht je er niet wat mee kunnen, dan hoor ik het ook graag. Je weet ons trouwens te vinden, want anders had je mij ook niet een berichtje gestuurd. De volgende vraag is even kijken. Christian Kuivenhoven uit Hilversum. Een bijzondere naam. Volgens mij heb ik die naam wel eens een keer eerder gehoord. Maar ik weet niet precies waarvan. Maar goed, dat is een... Volgens mij op de radio of zoiets dergelijks. Maar goed. Anyhow, zijn vraag was... hoe kijk je als horlogemaker tegen de opkomst van de smartwatches? Dat is... Ja, die zag ik niet helemaal aankomen. Zou je zelf ooit een smartwatch aanschaffen? Dan moet ik dus echt met mijn billen bloot. Of ga je voor de meer charmantere ouderwetse modellen? Ja... Hoe kijk ik aan tegen de opkomst van smartwatches? Nou ja, ik kijk daar wel tegen aan. Ik heb daar in het begin een hele sterke mening over gehad dat ik het helemaal niks vond. Ik zag het helemaal niet als een horloge. Ik zag het meer als een computerdingetje om je hand. Een soort verkleinde telefoon met een bandje. Daar zag ik het een beetje aan. Dat heb ik nu wel een beetje bijgesteld, omdat ik nu ook zelf die horloges ook hier in het atelier krijg. En ook omdat ik natuurlijk liefhebber ben. Denk ik, ja, het begint me wel wat... Ja, ik ben iets sportiever geworden. Dus ik denk altijd maar zo, als je wat sportief bent, heb je er ook wat aan. Als je zo lui iemand zoals ik altijd ben geweest, en nog steeds wel een beetje ben, heb je er eigenlijk niks aan. Want, ja, weet je, een smartwatch, die... Heb je het meest aan als je een beetje sportief bent, als je loopt, als je fietst, als je je dingetje doet. Ja, dat heeft natuurlijk wel, daar kan je er mooi op aflezen, noem maar op allemaal. En dat is leuk. En je kan dus ook dingen bijhouden, waardoor je je levensstandaard, je doelen kan bekijken. En ja, ik zelf persoonlijk wandel heel veel. En ik vond het wel leuk om dan dat bij te houden hoeveel je dan per week wandelt. En dat geeft toch wel een beetje positiviteit. Dat je denkt van, oh, nou, ik heb toch wel goed mijn best gedaan. Dat staat er dan op. Wat ik ook wel erg leuk vind van die smartwatches, is dat je je muziek erop kan... zeg maar je geluid en je muziekdingetjes allemaal kan regelen. Gaat dan wel weer via je telefoon. Maar goed, dat is toch wel heel erg leuk. En als je er eenmaal mee bezig bent, denk ik, ja... Durf het bijna niet te zeggen, is het toch wel grappig en leuk om zo'n horloge te hebben. Dus hoe zie ik het tegenaan? Ja, ik vind het toch wel heel erg leuk. Ik ben toch wel erg veranderd. Ga ik hem dragen tijdens het wandelen? Of tijdens het... Ga ik hem dragen tijdens het werk of tijdens het... Nee, dat gaat me dan nog net even te ver. Maar goed, iedereen zijn smaak. Alleen, ja, ik ben toch wel een klein beetje veranderd. Smartwatches, ik vind het toch best wel eigenlijk wel leuk. En het begint nu een beetje te komen. En er zijn natuurlijk grote kwaliteitsverschillen natuurlijk. Wij verkopen vele smartwatches. Maar er komen steeds meer mogelijkheden met die dingen. Ze halen nog net niet de krant uit de brievenbus. Maar je kan de krant wel oplezen. Dus ik ben toch aan de ene kant wel voor. Ga ik dan ook voor de charme van de ouderwets? Ja, ik ga eigenlijk... meest van de tijd toch wel voor het ouderwets. Ik ben natuurlijk een conservatief man. Als we geen horlogemaker, denk ik. Tikje autistisch ook wel. Maar, tuurlijk ga ik. Ik ga wel voor het ouderwetse. In mijn privé, zeker. Maar, als ik een keer sportief ben, zo 2 keer per jaar, dan doe ik een smartwatch om. Dus Christian, koop een smartwatch. Ga lekker hardlopen of iets leuks doen. En kijk af en toe eens hoe je doelen zijn, of je je doelen behaald hebt. En als je dan heel erg trots bent en je hebt je doelen behaald, koop dan een mooi mechanisch horloge voor in je vrije tijd en kijk erop. Dat is mijn tip voor deze week. Dan hebben we nog een vraag. We gaan naar de volgende vraag. Maria Servaas uit Leiden. We hebben ze toch wel weer uit alle landen, uit alle stukken van Nederland, maar uit Leiden. Wat wil Maria? Hoe doen jullie een watertest?
Of een waterdicht test zelfs. Ja, nou, een waterdicht test, die doen wij. Mocht je met je horloge bij ons komen. Sorry hoor, maar dit is... Moet even op. Want de zon om zulke lekkere koffie. Zulke lekkere koffie van giraf. Om dat weg te doen. Dus dat, of koud te laten worden. Oh, heerlijk. Ja, wij doen waterdichttest. Dat doen wij zeker. Als je een horloge bij ons in komt leveren, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Wil je bekijken op de achterkant van het horloge of naar de specificaties hoe diep die moet gaan. Hoe diep die in het water zou kunnen. Hoeveel ATM, zoals dat netjes heet. Ik probeer het altijd een beetje Peppy en Kokkie taal te doen. Dat is best lastig. Als die bijvoorbeeld, als je er echt mee kan duiken, kunnen wij dat tot 10 ATM kunnen wij dat, of ja, dus zeg maar tot 100 meter kunnen wij dat waterdicht testen voor je. Hoe wij dat doen, ja, dat is best lastig. Ik weet wel hoe ze het vroeger deden, dan hadden ze, maar dat doen wij dus niet meer. Ik zal even kijken. Ik weet niet of je dat zo kan zien. Kijk, vroeger deden ze dat met zo'n machine. He, dan werd er dus zeg maar druk gezet op deze kamer. En ja, zo kan het natuurlijk. Dat is allemaal geen probleem. Nou, ben je wel heel diep, hè? Nou, even kijken hoor. We zitten nu op 4 ATM. Dus kun je nagaan hoeveel druk dat is, want ik heb er echt veel moeite mee. Oké, deze druk is het als je 50 meter onder water bent, dan heb je dus deze druk. Nou, ik weet niet of je het goed kan zien, maar hier zit een horloge. Dit horloge, dat stoppen we nu onder water. Ja? Nou, je ziet al een klein beetje dat de druk in het horloge is, een andere druk als van in het water. Omdat die zo waterdicht moet zijn, maar omdat die dus balletjes draait, zie je dat? Kun je dat zien? Loopt er nu lucht uit het horloge, waardoor je kan zien dat hij niet waterdicht is. En als ik nu de druk laat weglopen, dan zie je het beter. Zie je? Nou, doe ik hem gauw omhoog, anders loopt hij daar vol met water. En daar kon je aan zien dat hij niet waterdicht was. Maar nu is het 5 ATM. Dat is 50 meter. Dat is net niet genoeg. Is wel genoeg, want ik ben nog nooit zo diep geweest. Ik vind dat 3 meter, dan vallen mijn oren er al af. Maar voor als je dus in het water duikt, is dit niet genoeg. En dit is natuurlijk wel een hele ouderwetse manier om het te meten. Het kan, maar we doen het natuurlijk niet meer. We doen het namelijk op een hele moderne manier. Gaan we eerst even deze weghalen. En hoe doen we dat nou? Waterdicht meten. Ik pak even de camera mee. Dan gaan we even... Kort atelier. Gaan we even deze kant heen. Waar we het nu mee doen, is een iets moderner apparaat. Dat is dit apparaat. Het is een beetje lastig te zien zo. Maar daar doen we dus de waterdichtmeter. En die doet de waterdichtmeter tot 10 ATM. Oftewel 100 meter. Dan doen we hem even dicht. Je hebt gezien dat het horloge er nu tussen zit. Ik ga hem nu dicht doen. En dan gaat hij het meten. Allemaal met druk. Je kan hier zien dat hij op 10 ATM nu staat. Dus nu is de bar 10 ATM. Dus nu is er, dus zit er een bar op van 10 atmosfeer. Dat is natuurlijk best veel. En nu gaat hij dus dat testen. Hij gaat hem dus nu meten. Dus hij gaat de kast meten op. Dat zie je bij. Hij gaat nu de kast meten of die uitzet of inkrimpt. En daar kan je aan zien, als er lucht in een horloge komt, om het simpel te zeggen, dan kan er water natuurlijk ook in, wat we er net ook zagen. En nu stabiliseert hij het meten en dan gaat hij dus dan op een bepaald moment dadelijk gaat hij hem opmeten. En dan meet hij. Dan meet hij dus de verschillen van de kast. Dus er zit een dopje op die. Op die kast zit en die gaat dan meten. Als daar een groot verschil tussen zit, dan zegt hij, ho, hij is niet waterdicht. Als daar een klein verschil in zit, of helemaal geen verschil in zit,
dan is die dus waterdicht. Heel simpel gezegd is dit. Dan krijgen wij een... Kijk nu. Nu is die aan het meten. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Heb ik het zo goed? Ja. Nu is die dus aan het meten. En geeft die dus oké aan. Dus nu is dit horloge... Is dus waterdicht tot 100 meter. Nou, en ja, het is, ik vind het echt heel moeilijk om het zo simpel mogelijk uit te leggen. Maar hij is waterdicht. En dan krijgen de mensen ook nog een mooi printje eruit. Met het bewijsje dat hij waterdicht is. Ja. Dus wij doen dat, ja, waterdicht meten. Ik vind het echt heel lastig, maar goed, om het zo uit te leggen. Maar goed, dat is wat we dus wel doen. Ik ga even u weer neerzetten op de plek. Dat ik weer gewoon te zien ben. Ja. Dus ik hoop, Maria, dat je het, dat ik je daarmee geholpen heb. Ik zal nog wel eens een keer een filmpje maken. Speciaal over hoe wij een horloge waterdicht meten. En daar wat meer tekst bij zetten, dat het iets... ingewikkelder zou lijken, maar dan dat is voor iedereen, dan kan je dat een keer een beetje nazoeken, maar dit was eigenlijk spontaan, want ik heb ook geen idee hoe ik het anders moet zeggen. Oké, nou ja, Maria, ik hoop dat je er wat mee kan. Wat heb ik hier? Nog een vraag van Camilla Cabello uit Castricum. Dat is toch wel een tongbreker hoor, deze. Eens even kijken, wat voor soort reparaties voer jij uit? En wat zijn de meest extreme gevallen die je hebt gerepareerd? Nou, Camilla Cabello, dat zijn er een heleboel. Ik repareer al 20 jaar horloges. Dus ik kan wel voorstellen dat ik heel veel horloges heb gedaan. Ja... Het is best lastig. Ik heb er wel een aantal die in mijn top 10 staan. Want die hou ik zelf wel een beetje bij. Mensen die mij op mijn eigen privé Facebook volgen of op Instagram. Die zien nog wel eens wat horloges voorbij komen die heel erg vies zijn. En daar heb ik een top 10 van. Maar dat zijn eigenlijk niet bijzondere horloges. Dat zijn gewoon viesbeuken. Oftewel gewoon vieze horloges. Maar ik heb wel horloges gedaan die een mooi verhaal hadden. Ik heb horloges gedaan die waar ik toch wel dacht van... Oh, oké, dat is best wel apart. Ik heb een bijvoorbeeld, dat is alweer een jaar of 10 geleden. Ik denk wel meer dan 10 jaar geleden of zo. Ik weet niet precies hoe dat toen zat, maar dat was al heel lang geleden. Ik had een man hier binnen, die kwam hier binnen met zijn horloge. En dat was een ProTrek van Casio. En... Dan moet je je voorstellen dat die ProTrek horloges, die worden heel veel gedragen door militairen. En dit was een militair. En deze jongen die zat mij te vertellen dat hij dus in Afghanistan was geweest. Nou, dat is ja, prima, weet je, helemaal niet over nagedacht. Nou ja, prima, niet Afghanistan en dat zal allemaal wel. Maar hij wou zijn horloge graag goed schoongemaakt hebben en geserviced hebben. Nou, dat is geen probleem, dat gaan we voor je doen, meneer. Dus hij komt op mijn bureau, op mijn werkbank en ik doe hem open. En ik denk, jeetje, ja, dat is toch wel heel bijzonder. Er zat dus zand in en alles wat er van in Afghanistan is gebeurd zit dus in dat horloge. Daar zaten allerlei rare plekjes op en dingetjes op en beschadigingen op. En die man had volgens mij best wel wat meegemaakt. En ik ben met dat horloge bezig en ik denk bij mezelf wel van ja, toch wel bijzonder. En ik vond dat zo bijzonder dat je dus een horloge aan het schoonmaken was met Afghanistan, zand uit de woestijn en noem maar op allemaal. En wat daar dus ook in die periode ook in het nieuws gebeurde. Nou, dat vond ik toch wel een heel bijzonder horloge. Dat is me toch wel bijgebleven. Niet dat hij op mijn top 1 staat, maar ik vond het toch wel heel erg leuk. Ik heb ook nog een horloge gedaan van, en dat was minder leuk, maar ook wel heel bijzonder vond ik dat, van een klant. En die kwam hier binnen met een horloge die helemaal uit elkaar lag. En die had hij omgehad met een auto-ongeluk. Dat vond ik ook heel bijzonder om te doen. Vooral omdat het ook van zijn zoon was geweest, die ook overleden was.
En dat gaf mij toch best wel een heel naar gevoel aan de ene kant. En aan de andere kant heb ik, ja, ik normaal zou je zo'n horloge dus zeggen van, nou weet je, koop een nieuwe. Hè? Als iemand met zo'n horloge naar je toe komt. Maar dit was toch wel een heel bijzonder verhaal. En daar heb ik dus heel goed mijn best op gedaan. Ik heb daar wel heel lang werk aan gehad. Dus financieel totaal niet interessant geweest. Ook voor ons niet, voor niemand niet. Alleen, dan is het me eer te na om het horloge weer zo te maken dat het weer een mooie plek om de pols kreeg van die meneer. En als aandenken van zijn zoon. En dat vond ik eigenlijk, dat gaf mij ook een goed gevoel. En ik moet eerlijk zeggen, die is me eigenlijk altijd wel bijgebleven. Dat vond ik toch wel een heel bijzonder verhaal. Nou, sommige reparaties, ze zien er soms niet uit. Hele glazen liggen eraf, wijzers krom erop. En ja, dan zeggen ze heel makkelijk, ik werd wakker. En in één keer was het zo. Ja, nou, dat soort dingen, dat maak je ook heel veel mee. Is ook wel eens leuk, maar niet altijd heel verhandig. Want we gaan de discussie aan die we vaak ook niet kunnen winnen. Want het is ons, dat is nou helemaal niet anders. En visorloges. Maar dan moeten jullie maar eens even gaan bekijken op mijn Insta. Of op de, daar zullen jullie foto's zien waar het onder groeit. Dat vond ik ook, dat vind ik nog steeds onbegrijpelijk. Dat mensen hun horloge inkomen leveren waar een halve arm nog in zit. Aan huid, pus en prut en noem maar op. Ik wil eigenlijk bij deze dan ook nog wel tegen iedereen zeggen, jongens, als je nu een horloge levert, maak hem eerst even een beetje schoon. En zeker met die corona, nou, wat we nu hebben, dat is natuurlijk het minste wat je voor mij als horlogemaker kan doen, natuurlijk. Dus Camilla, ik hoop dat ik hier, ik kan hier natuurlijk nog wel 100 jaar over vertellen, over wat ik allemaal heb gedaan en allemaal heb meegemaakt in het horlogebusiness. Maar daar gaan we zeker een keer een uitzending aan bespreken. Want ik zou het wel eens leuk vinden om met een andere horlogemaker daar eens een keer over te bomen, hoe we dat gaan doen en wat wij allemaal hebben meegemaakt in het horlogevak. Want voor iedereen is het natuurlijk weer anders. Wij maken hele andere dingen mee als bijvoorbeeld een andere horlogemaker die bijvoorbeeld de hele dure merken allemaal doet. Die maken hele andere dingen mee. En ik spreek heel veel horlogemakers. En het is wel eens een keer leuk, denk ik, om daar eens een keer een uitzendingje over te maken. Nou, Camilla, ik hoop dat je antwoord bevredigend is. Even kijken. Dan heb ik hier Shirley Tabernakel. Tabernakel. Jeetje, Mina, uit Roermond. Ja, dat zal je dan zo heten. Nou, Shirley. Je hoort altijd dat Rolex-horloges om de zoveel jaar onderhoud nodig hebben. Is dit nodig voor horloges die al een paar duizend euro kosten? Nou, Shirley, was het maar zo. Kon je maar een Rolex kopen van een paar duizend euro? Tegenwoordig is dat al niet meer mogelijk. Ik geloof dat je al onder de 10.000 euro geen Rolex meer kan kopen. Maar dat is een heel ander verhaal. Dure horloges hebben onderhoud nodig. Natuurlijk hebben die onderhoud nodig. Een dure auto heeft ook onderhoud nodig. En dan zeggen mensen, Zeg, nou, dat is dus met een horloge ook. Een horloge loopt ook, heeft ook draaiende onderdelen. Net als een wiel van een auto. Tuurlijk, dan moet je onderhoud hebben. En die moet gewoon één keer in de 5-6 jaar. En dan hou ik het heel kort. Vroeger was het één keer in de 3 jaar of 4 jaar. Maar ik hou het op 6 jaar. Want je komt er meestal wel vanzelf achter. Als je horloge niet meer lekker op tijd loopt, dan heeft hij onderhoud nodig. Dan loopt hij of te langzaam of hij gaat haperen of wat dan ook. Dan heeft je horloge gewoon onderhoud nodig. En waarom kost dat nou zoveel geld? Dat vragen zo vaak mensen aan mij. Waarom kost dat nou zoveel geld, al die dingen? Nou, daar kan ik heel kort in zijn. Het kost heel veel werk. En hoeveel werk kost dat? Nou, ik kan het niet anders uitleggen als neem een chronograaf horloge. Uit mijn hoofd, meer dan 200 nog wat onderdelen zitten daarin. Al die onderdelen, die zorgen ervoor, als je ze netjes in elkaar zet, dat het horloge loopt. Op tijd loopt. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Nou is het heel belangrijk, als je nou het niet doet, moet het horloge uit elkaar gehaald worden. Dus de horlogemaker haalt het horloge uit elkaar. Gaat elk onderdeeltje met zijn
met zijn loepje bekijken of dat gesleten is. En als dat gesleten is, dan zal het vervangen moeten worden. En dan zeggen we, ja, maar we kunnen het ook reviseren. Dat kan. Ik heb hier een voorbeeld. Even kijken, wat heb ik hier? Ik heb hier het hart van het uurwerk, zeg maar, waardoor het uurwerk loopt. Dit is een opwindveer. Nou, ik heb hem eruit gehaald om even te laten zien wat erin zit. Nou, die opwindveer gaat na een aantal jaar, gaat hier gewoon een beetje, laat ik het zo zeggen, in Peppy en Kokkie taal, gewoon lam worden. Ja, dus dan is het op een bepaald moment is het gewoon klaar. Tuurlijk kan je hem dan eruit halen, mooi mooi invetten en alles en helemaal schoonmaken in de schoonmaakmachine, noem maar op. Maar dat is voor heel veel horlogemakers gewoon te duur. Waarom? Dat is arbeid. Dus, en om het nou probleem te voorkomen, zetten ze er gewoon een nieuwe in. Zo zijn er een aantal onderdelen die vernieuwd worden. Dus je haalt het horloge dus uit elkaar en al die onderdelen ga je dus bekijken. En ga je dus kijken met je loepje of dat zeg maar of slijtage heeft of beschadigd is, noem maar op. En al die onderdelen die gaan dan in een soort bakje. Dat wordt dan in een schoonmaakmachine gedaan. Dan wordt die schoongemaakt. Als dat schoongemaakt is, dan worden de onderdeeltjes weer netjes uit het bakje gehaald en natuurlijk neergelegd om weer in elkaar te kunnen zetten. De horlogemaker gaat dus het horloge in elkaar zetten en vervangt de onderdelen. Daarbij moet hij natuurlijk er wel voor zorgen dat het goed gesmeerd is, want staal op staal, als daar geen olie tussen zit, dan gaat het slijten of het loopt gewoon niet lekker. Dat is ook tijd, dat kost ook werk. En als ik je vertel dat bijvoorbeeld een chronograafhorloge, het servicen van een chronograafhorloge, als je een hele goede horlogemaker bent, en daar zijn er gelukkig wel heel veel van, maar ik ken een aantal horlogemakers die echt goed zijn, en die kunnen er dus 2 op een dag doen. Dus die kunnen maar 2 horloges op een dag doen. En nou komt er iemand binnen, en die leest het niet. Nee, shit. Let op, live op Facebook. Ja. Even risico op binnenkomen. Nou, moet je niet zingen. Dus dan is het natuurlijk wel weer, ik zit midden in mijn verhaal, maar wat is er aan de hand? Nee, gaat er iemand dood? Ja, bijna. Oké. Okay. Ja, nee, maar dan kom ik later even kom terug. Kom jij later terug? Dat kan je doen. Ja, dat is heel goed. Ja. Hè? Moet ik geen liedje zingen? Nou ja, ik weet niet of je een liedje wil zingen. Wil je nog op beeld? Ja, doe maar. Doe maar op beeld. Nou ja, okay. Kijk, is mijn collega. Ja, sorry jongens. Ja, geef niet joh. Geef niet joh. Okay. Komt allemaal wel goed. Sla je daar wel in elkaar. Dankjewel. Ah, oh, sorry. Dag Pik. Oh jongen, die maak ik. Maar goed. waar was ik? Maar in ieder geval. Die kunnen er dus nog maar 2 op een dag doen. En dan moet je voorstellen dat alleen maar. Dus dat is dus de tijd. En dat moet een klant ook gewoon betalen. Lijkt mij. Dus hij maakt het horloge, hij doet alle onderdelen, doet hij dus olieën, nakijken en dan zit dit horloge in elkaar. Dan ben je er nog niet, want dan moet de horlogemaker, die het horloge in elkaar heeft gezet, moet het horloge afstellen. Daar hebben we ook apparatuur voor, ik zal dat een keer laten zien hoe dat werkt. Want, kijk, een horloge loopt wel, maar het moet ook op tijd lopen. Dus dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar dan kan je hem afstellen. Als je hem dus afgesteld hebt, wat wel wat tijd kost, maar dan heb je dat ook voor elkaar, dan moet de wijzerplaat er weer op. Want die wijzerplaat heb je natuurlijk af, want je hebt het hele horloge uit elkaar gehaald. Dus die wijzerplaat moet eraf, dan moeten de wijzers op, noem maar op. Als je een goede service uitvoert, dan zal je ook de kast, het glas, de pakkingen moeten vervangen. Dan zal je het schoon moeten maken, eventueel de bandpolijsten. En dan moet je dat ook weer in elkaar zetten. Dus als je het hele plaatje bekijkt, kan je er misschien 1,5 in een dag doen. En nou verdienen wij al niet zo heel erg veel. En de baas moet ook nog wat verdienen. Dan kan je wel voorstellen dat een basisservice van een chronograaf gewoon echt 300, 350 euro gaat kosten. En dat is niet alleen omdat wij er zoveel aan willen verdienen, maar omdat het zoveel werk kost. Arbeid, handarbeid, kennis. Daarbij wil je natuurlijk de nieuwe onderdelen er ook nog bij berekenen. En dat is nog niet alles. Want dan heb je het helemaal voor elkaar. Dan heb je ook nog eens garantie moet je erop verlenen. Stel,
En bijvoorbeeld bij zwartgroepmerken zoals Tissot en Hamilton, krijg je gewoon 2 jaar garantie op de reparatie. Ik zal even wat laten zien. Even kijken hoor, wat heb ik al hier? Ja, dat heb ik hier. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld. Deze heb ik net gekregen. Van een service. Een service van een Tissot. Dat is een Tissot Touch. Mooi horloge. Eén keer in de zoveel tijd, en dan praten we zeg maar over 3 jaar, of 2 jaar, 3 jaar, dan gaat een batterij gaat leeg van een Touch, van dit model. Dan moet daar dus een gespecialiseerde service voor komen, omdat dat best wel een heel gedoe is. Dat ga ik je laten zien. Kijk, nou, dan wordt dit horloge. Dat is dit horloge. Ja. Digitaal, analoog. Er zitten allemaal touchfuncties op. Heel erg mooi. Ik vind het erg mooi horloge. Zoals jullie zien is die helemaal dus schoon. En geborsteld. En gepolijst. En er zit een nieuwe batterij in. Daarbij zijn de onderdelen vervangen. Zoals de drukkers. De wijzers. De pakkingen. Wat zie ik hier nog meer? Allerlei andere. Kijk, dit is het leveren wij er natuurlijk altijd bij. Deze onderdelen worden dan ook vervangen. Ja? Dat krijg je er dan bij. Die worden dus vernieuwd. Omdat ze dus de waterdichtheid willen garanderen. En die 2 jaar garantie willen geven. Want wat krijg je er dan bij? Een servicekaart van Tissot, van de Swatch Groep. Met een datum erop dat je weer 2 jaar garantie hebt. Ja. En dit kost €80. Dan zeggen mensen heel veel, €80 is een hoop geld. Maar het horloge heb je weer 2 jaar plezier van. Daarbij krijg je ook, ja, of je het leuk vindt, weet ik niet. Maar ik vond het wel grappig. En zo krijg je er ook een mooi reisdoosje bij. En een mooi doekje om te polijsten. Dus al met al heb je dus een horloge waar heel veel tijd en arbeid en liefde in gezet is. Waar alle onderdelen van vervangen zijn. Alle pakkingen helemaal waterdicht gemaakt. 2 jaar garantie voor €80. Is dat duur? Dat is niet €80 inkoop, hè? Dat is €80 voor de klant. Ja, ik denk dat het niet duur is. Maar dat is iedereen zijn keus. En tuurlijk kan je naar de markt gaan. En tuurlijk kan je voor €15 hier een batterijtje in prakken. Geen probleem. Loopt die? Weet ik niet. Is die waterdicht? Geen idee. Garantie. Tot aan de deur. Ik zou zeggen, goed onderhoud. Ja, dat heb je zoveel plezier van. Maar dit is even terzijde. Ik kan het toevallig liggen. Ik laat hem even zien. En het is niet alleen van Tissot, hè. Maar alle goede horlogemakers die een horloge repareren. Daar krijg je natuurlijk garantie op de reparatie. En wij doen echt daar niet moeilijk over. Kijk. Ik denk, ik zeg altijd maar zo, service kost gewoon geld. En verdienen wij hier in het atelier daar heel veel geld mee? Nee. Maar wel veel goodwill bij de mensen. En dat vind ik denk ik toch wel het allerbelangrijkste. En verdienen wij geld? Tuurlijk, wij verdienen echt wel geld. Want wij moeten dat wel doen, want anders kunnen ze mijn topsalaris niet betalen. Maar, daarentegen vind ik het ook heel belangrijk dat we service verlenen. En dat we dus de kennis hebben en service verlenen. En daar verdien je nooit genoeg aan. Want... Ja, en al die mensen die lekker naar de markt gaan voor €5 een batterij verwisselen, moeten dat ook zeker blijven doen. Want ook die mensen moeten natuurlijk hun geld verdienen. Maar ik zie te veel horloges hier op mijn werkbank komen die daar zijn geweest. Ja, en die zijn echt mishandeld. En dat vind ik jammer. Maar goed, dat is... daar ga ik nog eens een keer dieper op in. Maar we zitten nu met een Q&A, met een antwoord en vragen en question en answers en al dat ingewikkelde gedoe. Dus Shirley, ik hoop dat je antwoord daarmee ingevuld is. Wat ik nog wel even trouwens wil laten zien is, ik heb hier ook nog... Hebben jullie enig idee hoeveel in een uurwerk zitten van een kwarts uurwerk en een... Dit zijn de onderdelen alleen al van een kwarts uurwerk die
En dit zijn ook uurwerken die gewoon zo geserviced worden. Hè? Die worden ook volledig uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet. En dat zijn Zwitserse uurwerken. En nee, natuurlijk niet. Die uurwerken die uit China komen, ja, nee, die worden gewoon weggegooid en vervangen. Dat is zo. Kijk, en natuurlijk horloges die wat goedkopere horloges, laat ik het zeggen, zoiets als... ja, de goedkopere horloges, ja, dan kan niet eens op een naam komen. Van goedkoop. Stel nou dat je dus een fossiel koopt, dus een modehorloge, is niet te duur. Of een kinderhorloge, wat dan ook, en die doet het niet. En nou ja, goed, er moet een uurwerk vervangen worden, want een uurwerk ga je niet repareren. Nee, dat begrijp ik. Dat doen we ook. En dan is het goedkoper om een uurwerk te vervangen als een uurwerk helemaal servicen. Dat doen we dus ook. En dan is het wel dat er dus zeg maar een uurwerk vervangen wordt of een uurwerk nodig is te vervangen. Het blijft toch altijd een kwestie van de kosten en de baten en wat het oplevert. En ja, soms is het wel eens niet eens interessant om een horloge te repareren. Koop dan een nieuwe. Alleen, ja, ik zie toch nog heel veel horloges hier over de tafel heen waaien die heel veel emotionele waarde hebben. En dan is het toch ook een beetje aan ons om daar een beetje netjes mee om te gaan en een beetje extra liefde in te steken om toch het horloge een tweede leven te geven. En diegene die dan toch wel heel erg gehecht is aan zijn horloge, die ook heel veel heeft meegemaakt en die het toch als een persoonlijk iets zien, om die nog een beetje blij te maken. Dat is toch wel, dat vind ik eigenlijk wel het mooiste wat we hier doen. Dus Shirley, dan heb ik hier nog Noah Louise uit Dordrecht. Die vraagt aan mij, watchwinders, hoe werkt dat nu en is dat wat? Nou, een watchwinder, dat is eigenlijk een hulp voor een horloge die automatisch is en die op de polsbeweging zeg maar opwindt. Waardoor je dus die, wat ik al hier liet zien, die opwindveer, zeg maar, die wint hem op. Normaal doe je dat met de hand, hè? Dus op de kroon. Maar dit zijn automatische horloges die op worden gewonden door een rotor. En die rotor die draait rond op het bewegen van je pols of van je arm. Nou, stel nou dat je een aantal horloges hebt. Neem 5, 6, 7 horloges. Ik weet niet, sommigen hebben er nog veel meer. Maar en je hebt er dan van 3 automaten. En je wil hem niet continu op tijd willen zetten. Want na 48 uur, ja, dan is die opwindveer, heeft al zijn spanning verloren. En dan, ja, dan gaat hij toch echt stilstaan. Dat is dan het nadeel van een automatisch horloge. Wil je dat niet, dan kan ik altijd aanraden om een watchwinder te kopen. Of een watchwinder te gebruiken. Of je moet dus namelijk iemand hebben die het voor je, die de hele tijd dit doet. Maar die heb je natuurlijk, ja, denk ik niet. Om het even te laten zien. Kijk, ik heb hier een automatisch horloge. En kan je wel zien, dit is dus de... Kan je dat zien? Dit is de rotor. Nou, die gaat dus heen en weer. En hier door die rotor, die zorgt ervoor dat die opwindveer op spanning komt te staan. Waardoor het horloge loopt. Zie je, dit horloge loopt. Nou, na 48 uur wat ik al zeg, dan stoppen de meeste horloges ermee. Ja, sommigen die lopen iets langer door, sommigen hebben nog een veerton erbij. Heel exclusief allemaal. Buiten dat om, normaal 48 uur is het horloge stil. Wil je dat niet, dan heb ik hier een watchwinder en daar zijn ze het meest voor gebruikt. En natuurlijk ook, ze worden ook gebruikt om je collectie natuurlijk een beetje mooi te display te zetten. Maar dit is dus een watchwinder. Hij staat nu open, zo is die dicht. Daar doe je dus het horloge in, op het kussentje. En als het goed is... Even kijken, dan moet ik hem wel even aanzetten. Ik ben daar zo ontzettend handig in. Kijk, en dan draait het horloge in de watchwinder. En dan stimuleert hij eigenlijk de polsbeweging. En als je deze nou gewoon neerzet en je doet er een week niks aan, dan loopt hij gewoon netjes op tijd. En hij draait nu één kant op, maar hij kan ook de andere kant opdraaien. Dus ja, in principe blijf je horloge dan netjes op tijd lopen. En het is natuurlijk ook, het staat best wel chic als je dit zo op de tafel neerzet. Of op je kast, of weet ik veel waar, of in een vitrinekast. En je hebt er een stuk of 3, 4 staan die mooi heen en weer gaan. Ja, dan blijf je horloge in principe op tijd lopen.
Is dat nou nodig? Nee, het is niet nodig. Is het leuk? Ja, het is best wel leuk. Ziet het er leuk uit? Ja, ook dat ziet er wel leuk uit. Het enige wat ik wel wil zeggen, wanneer is het wel nodig? Stel dat je een perpetual calendar hebt die heel ingewikkeld op tijd te zetten is. Dan is een watchfinder wel aan te bevelen. Waarom is dan een watchfinder aan te bevelen? Omdat het een heel gedoe is om dat ding op tijd te zetten. Dan zou je het wel kunnen. Maar vind je het allemaal heel vervelend? Dan moet je een quartz horloge kopen. Dan doe je één keer in de 2-3 jaar een batterij erin en dan ben je ook klaar. Maar mensen zoals ik, die vinden het toch wel heel erg leuk om dan zeg maar een automaat te hebben. Hetzelfde principe zie je hier op de muur hangen bij mij. Dit principe. Dit ding. Dat ding, daar doen wij de horloges op testen. Dat was ik nog vergeten te vertellen. Stel nou dat je een horloge geserviced hebt. Dan gaat hij natuurlijk niet gedrukt naar de krant. Dan wordt hij ook getest. En dat gaat op die machine die je daar ziet. Die machine zorgt ervoor dat de polsbeweging ook netjes blijft zoals je hem draagt. En daardoor kan je hem het beste testen. Ik kan hem ook testen door hem om te doen. Maar als ik 5 horloges ga dragen op een dag, dan word ik er ook niet vrolijker van. Dus dan doe ik ze op deze tester. Die draait dan lekker rond. Ik kan hem wel even voor jullie aanzetten. Dan kan je het zien. Zo te zien is. Maar nu draait hij. En doordat hij dus zeg maar draait, stimuleert hij zeg maar de opwindveer, de rotor. En doet hij eigenlijk net alsof dat je hem draagt. Als hij dus een aantal dagen heel netjes blijft lopen op die molen, dan kan je er wel van uitgaan dat hij ook wel weer lekker loopt om de pols en dat hij het goed doet. Dat doe je pas wel als je hem helemaal getest hebt en afgeregeld hebt op de apparatuur die we hebben natuurlijk. Het is niet zo dat wij een horloge in elkaar prakken en dan erop leggen en dan denken van nou misschien loopt hij wel. En dan gaan we hem zo op tijd zetten. Nee, dit is echt de eindcontrole zoals we dat noemen. Nou ja, dan gaat hij terug naar de klant. Maar als je het dus zeg maar thuis wil hebben en je wil het voor jouw eigen automaat. Maar omdat je geen zin hebt om iedere keer dat horloge op tijd te zetten, ja, dan is een watchfinder ook een optie. En nogmaals, is het nodig? Nee. Is het leuk? Ja. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Dan gaan we toch alweer, hoe laat is het eigenlijk? Ja, het is alweer tijd voor de laatste vraag, volgens mij zo zie. Dat is de vraag van Paulus Derksen uit Rotterdam. En Paulus die wou graag weten, wat zijn de meest voorkomende problemen die je behandelt? Nou Paulus, de meest voorkomende problemen op dit moment is de zomer naar wintertijd. Zomer naar wintertijd, ja zomer naar wintertijd. Mensen zetten hun horloge dus terug en andersom weer verder. En mensen zijn toch wel heel erg lomp. Want wat gebeurt er? Ze rukken allemaal die kroon eraf. Of ze breken hem af. En dat zijn op dit moment de meest voorkomende problemen na zo'n tijdverandering. Ik heb er nu al een aantal weer gehad. En ik heb er nog wel een paar liggen. Die dus gewoon de kroon eraf getrokken is. Of de kroon er gebroken is. Ik weet soms niet eens wat mensen ermee doen. Maar het is echt, als de tijd terug of vooruit gaat, op een of andere manier slopen ze de kroon, oftewel het knopje. Dat denk ik alleen maar, waarom? Wat slopen ze dan nog meer aan knopjes? Denk ik dan wel eens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat komt op dit moment het meest voor. En natuurlijk gewoon de batterijwissels en de servicebeurten en noem maar op allemaal. En wat ook vaak voorkomt in deze periode na de winter toe, is dat mensen hun band willen verwisselen. Ze zijn natuurlijk de hele zomer hebben ze naar een bepaald horloge gekeken van hun. Vinden het toch nog te duur om een horloge te kopen. Of vooral in deze tijd al een beetje onzeker, maar ze willen toch graag wat anders. Dan komen ze toch heel vaak op een nieuw bandje.
En dan willen ze natuurlijk een ander kleurtje of een ander stofje of iets anders. Nou, dat kan natuurlijk ook allemaal, dat is allemaal geen enkel probleem. Dat zijn ook de dingen. En dan de totale service met de banden en alles erbij. De banden die wij dan verwisselen, dan komen er nog mensen of langs, of ze kijken op onze website. En dan worden ze eigenlijk overspoeld door het aantal banden wat we hebben. Dus hebben we hopelijk op onze website het zo voor elkaar gemaakt dat je dus makkelijk via je horloge, via het merk en het horlogenummer, de band kan opzoeken. Daarbij geven we ook nog aan van, nou, dit bandje past er in principe ook op. Waardoor je dus heel makkelijk ook een ander gezicht aan je horloge kan geven. Want soms is het leuk om een stalen band om te doen. Soms is het leuk om een leren band om te doen. Nou, ik adviseer meestal in de zomer een stalen band en in de winter een lederen band. Omdat dan het zweet op je arm wat minder is, waardoor je wat makkelijker leer kan dragen. Nou, dat is toch wel heel, dat vind ik zelf, vind ik dat wel een idee. Maar ja, we hebben dus genoeg banden op voorraad. Ik dacht dat we, ik heb het pas nog even gevraagd aan mijn liefste collega hier achter mij, die dus zeg maar de inkoop doet. En wij hebben 25.000 verschillende banden op voorraad. Dus het zou raar zijn als hij er niet bij zit. Mocht hij er niet bij zitten, kan je natuurlijk altijd mij of onze customer service een berichtje sturen met, hebben jullie hier een bandje voor? Dan gaan wij natuurlijk op zoek voor jou. Wat ik dan altijd adviseer is, stuur even een fotootje van de achterkant en een fotootje van de voorkant. En vraag je vraag gewoon. En maak dan ook een fotootje. Niet met 6 pixels en helemaal scheef en schots en scheef door elkaar. Maar maak een gewone normale foto. Die een klein beetje, waar wij de codes op de achterkant kunnen zien. En aan de voorkant dat wij het model kunnen zien en het merk. En dan kunnen wij kijken. En 9 van de 10 keer kunnen wij wel een band en meerdere banden aan jou toesturen, waardoor je dan kan zien, nou, dat vind ik leuk of dat vind ik leuk. Nou, in principe kan je dat dan of makkelijk zelf, wij verkopen ook de toeltjes erbij, waardoor je het zelf kan doen, of je komt even langs, of je komt in een van onze winkels langs. Wat allemaal mogelijk is om hem daar op te halen, dan zetten wij hem er nog voor je aan. Dat is geen enkel probleem. Dus banden, ja, dat komt ook heel veel voor. En vooral nu, omdat mensen toch graag iets anders willen. Ja, mensen willen toch iedere keer wat anders. Ja, ik zelf ben niet zo. Vroeger wel, nu niet meer. Ik heb nu gewoon 1 horloge, die draag ik gewoon. Dat vind ik ook een fijn horloge om te dragen. En ik heb zelf een Michael Kors. En daar ben ik heel blij mee nog steeds. En het loopt perfect. Ja, niks aan te doen. Nou, dit was een beetje het hele verhaal weer. En we zijn nu bijna een uur zijn we live. Ik vind het wel prima. Ik wil eigenlijk wel iedereen bedanken die heeft gekeken. Ik wil ook bedanken Giraf Koffie, giraf.com. Ga even kijken op onze website of op hun website. Ze hebben de lekkerste koffie van Nederland. En ik ben er pas geweest. Het is fantastisch. Ik ben daar geweest. Je komt in de branderij binnen. Heerlijk ruiken. Helemaal geweldig. Erg leuk om eens een keer langs te gaan. En je kan natuurlijk. Ja, ik hou van koffie. Ik ben koffieliefhebber. Pur sang. En ik ga ook nu zo weer lekker een bakje koffie zetten. Dus onze sponsor. Giraf Koffie. Het is natuurlijk in spiegelbeeld, dus dan zie je er geen boer van. Oké. Ik heb wel mijn best gedaan, hè, Giraf. Dus ze hebben ook voor mij lekkere koffie gezet. Dus dat is altijd leuk. Voor de rest hoop ik dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Ik vond het erg wel leuk om te doen. Het was een tijdje niet online geweest. Dat komt een beetje omdat het hier heel erg druk is geweest. We hebben heel veel werk gehad hier. We zijn heel erg druk geweest. En ook al het corona heeft er niet aan meegeholpen dat we dus weer live konden. Maar ik wil nu wel weer proberen iedere keer een beetje live te gaan. Ook om de vragen te beantwoorden. Want daar bleek toch wel vraag naar te zijn. Dat is een hele eerste. Dus het was erg leuk om jullie vragen allemaal te ontvangen. En ja, ik probeer zoveel mogelijk de vragen ook via de mail wel te beantwoorden natuurlijk. En ja, soms komen de vragen voorbij die ik erg leuk vind. Die gaan we dan hier bespreken. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie mij persoonlijk altijd mailen op atelier@hwg.nl. Daar komen jullie in mijn mailbox en dan hoop ik jullie vragen goed te kunnen beantwoorden of opmerkingen. Alles mag. Voor de rest kunnen jullie altijd ook met vragen wat jullie ook hebben over horloges, kunnen jullie natuurlijk ook altijd mailen naar info@hwg.nl of bellen naar ons. Hey Kalle! Nou zie ik je. Kunnen jullie ook altijd naar ons mailen.
Voor de rest, ik hoop jullie snel weer te zien. En geef even een duimpje. Dit is ook weer terug te vinden op YouTube en al onze kanaaltjes die er maar zijn. Worden wij gezien. Jongens, het was me een waar genoegen. Ik ga ermee stoppen. En ik hoop jullie snel weer te zien. En dan praten we gezellig verder. Dag lieve mensen.